Hoi en welkom bij mijn videodagboek nummer 4. In deze video wil ik weer even met je terugblikken op de afgelopen weken wat ik nou aan het bloggen ben op mijn blog farahpellinga.com, omdat ik daar nou iedere dag op bijhoud wat ik eet, drink en beleef. Natuurlijk, zoals jullie weten, ben ik ook zwanger en ook daarin zal ik even wat vertellen. Want mijn zwangerschap bevalt iets zwaarder dan ik had gedacht. In ieder geval dan dat ik heb bemerkt bij mijn eerste zwangerschap. Nou, wat is er nou precies zwaarder aan deze zwangerschap? Ik ben nu 24 weken zwanger. En eigenlijk merk ik nu al dat ik heel erg last krijg van mijn buik. En vooral heel erg pijn in mijn onderbuik en krampen. En ook heb ik al best wel veel harde buiken. En het einde van de zwangerschap krijg je dat je baarmoeder ook gaat samentrekken. Om ter voorbereiding op een bevalling. En dat is natuurlijk nu nog niet aan de orde. Dus daarom moet ik echt heel erg veel rust nemen. Ook merk ik als ik 's avonds in bed lig dat ik pijn heb laag in mijn onderrug. Het zijn eigenlijk bekkenklachten. Dus ik moet echt rustig aandoen en regelmatig even rusten. Dat ik gewoon even ga liggen. Dan zit er ook geen druk op mijn buik. Dat is best lastig voor iemand zoals mij. Want ik ben best een bezige bij. Maar ja, ik moet natuurlijk wel aan het kindje in mijn buik blijven denken. Oh ja, en dan nog wat over mijn aanvullende voeding bij mijn ontbijt. Ik gebruik extra aanvullende voeding naast mijn normale gezonde leefstijl. Gewoon puur om extra vitamines en mineralen en proteïne toe te voegen aan mijn ontbijt. Dit doe ik in de vorm van een voedingspoeder. En dat meng ik gewoon door of een havermoutpapje heen of door een yoghurtje heen. Net wat ik heb of door een smoothie heen. Wat ik ook bemerk nu ik dagelijks aan het bloggen ben over wat ik allemaal eet en drink. Is dat het mezelf ook nog meer bewuster maakt dan dat ik al was van mijn eigen voedingspatroon, zeg maar. Niet dat ik heel anders ben gaan eten, maar wel bewuster. En ook met keuzes maken. Soms dan komt er wat voorbij en denk ik, oh nee, doe maar niet, ik sla even over, want dan moet ik dat weer op de foto zetten. En nou, doe maar niet. Dus het helpt mij ook best wel in mijn eigen gezonde leefstijl. Mocht je nou zelf moeite hebben met een gezonde leefstijl en vind je het lastig om een verleiding te weerstaan, of kan je die moeilijk weerstaan, dan wil ik je eens aanraden om eens zelf bij te gaan houden wat jij echt iedere dag eet en drinkt. En dan is het wel super makkelijk als je gewoon met je iPhone foto's kan maken wat je op dat moment naar binnen schuift. En dan wil ik een klein oproepje doen. Want het leek me wel leuk om eens een keertje met elkaar te delen wat ook jullie gedurende een dag allemaal eten en drinken. Dus zijn er toevallig kijkers of lezers die het leuk vinden om van één dag bij te houden wat je allemaal eet en drinkt en daar een fotootje van te maken? Nou, mocht je dit leuk vinden, dit kun je gewoon anoniem doen als je dat zelf wilt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Mocht je zelf een blog hebben of zo, dan vermeld ik ook graag jouw blog erbij. Maar vind je dit leuk om het te doen ja, om te laten zien aan mij niet alleen, maar ook aan de kijkers en de lezers, wat jouw eet- en drinkpatroon is? Stuur me dan even een mailtje met de foto's van jouw dag en een korte beschrijving bij de fotootjes. En dan maak ik daar een leuk blogartikel van. Om ook elkaars ervaringen met elkaar te delen. Dus oproepje, vind je het leuk om een keer te laten zien hoe jouw dag eruit ziet met je eet- en je drinkpatroon? Mail me dan eventjes naar info@farahpellinga.com. Mail even wat leuke iPhone foto's en wat stukjes tekst erbij. En die zal ik dan verwerken in een leuk blogartikel. En mocht je eventueel ook een eigen blog hebben of zo, vermeld die dan ook even bij. Want dan zet ik die graag in je blog, in het blogartikel erbij. Elsa heeft me van de week ook alweer wat leuke receptjes gemaild. Elsa is ook een van de kijkers die regelmatig met mij mailt. En ze had ook hele lekkere dingetjes gemaakt. En in het blogartikel wat bij deze video hoort, zal ik ook haar fotootjes even met jullie delen. Want zij had al laten zien wat zij had gemaakt op haar dag. Dus mocht je deze video zien op YouTube, klik dan even op de link onder de video. Dan ga je rechtstreeks naar het artikel toe waar deze video bij hoort. En laten we elkaar inspireren en helpen ook op een leuke manier om gezond en fit door het leven te gaan. Dus laten we elkaar een beetje tot inspiratie zijn. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en het volgen van natuurlijk allemaal blogartikelen en de leuke reacties en alle andere video's. En alle leuke mailtjes die ik van jullie krijg. Want iedere ochtend, echt iedere ochtend, krijg ik mailtjes van jullie kijkers. En het is altijd weer superleuk om die te openen. En natuurlijk op antwoorden. Want ik heb echt het gevoel dat ik met jullie ook een band bouw. Dankjewel voor het kijken nogmaals. Blijf zo doorgaan allemaal. Heel goed bezig. Succes weer de nieuwe week. Het is heel mooi weer vandaag. Ik denk deze hele week nog wel. Dus even nog genieten van de nazomer. En ik spreek je snel weer. Doei doei!
Lees dagelijks mijn dagboekblogs op farahbellinga.com, waar ik met je deel wat ik allemaal eet en drink op een dag. Vraag mijn gratis e-book aan, Slank en Fit door het Leven, waarin ik je vertel hoe ik 20 kilo verloor in 4 maanden. Wil je graag afvallen, maar je weet niet waar je moet beginnen? Meld je dan aan voor de gratis coaching. Ook dit kan via farahbellinga.com. En mocht je nog niet zijn geabonneerd,